Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik het met je hebben over Google Ads, budget daarvoor en testen voor Shopify. Nou, eigenlijk afgelopen jaar heb je mij heel veel video's zien maken over Facebook Ads en Facebook trainingen en allerlei dat soort dingen. En de laatste tijd zijn we ook superveel bezig geweest met Google Ads. Eigenlijk zijn we daar al langere tijd mee bezig. En dit zijn eigenlijk de eerste 10 trainingen die ik daarvoor voor je ga releasen. En eigenlijk zodra dat af is, nou, heb ik eigenlijk al mijn value bijna wel gedeeld die ik heb omtrent Shopify, dropshipping, Facebook ads, alles erop en eraan. In 1 jaar helemaal gratis voor op YouTube, dus dat is nog mijn goal om dat nog af te maken. Maar laten we er gelijk even induiken. Nou, het budget natuurlijk is extreem belangrijk. Dus het kan natuurlijk al zijn dat je momenteel adverteert op Facebook of TikTok of een ander platform. Het is altijd goed om te bepalen hoeveel budget je per maand wil spenderen. En hoeveel je daarbij ook per dag wil gaan spenderen. Per dag, per week, per maand. Bijvoorbeeld, je hebt dus een maandelijks budget van 1500 euro. Dan is je dagelijkse budget 50 euro. Dus 1500 euro gedeeld door 30 dagen is gemiddeld 50. Het is goed om rekening mee te houden dat Google's dagelijke adspend die varieert van dag tot dag. Want we gebruiken een ander soort marketing bij Google ten opzichte van Facebook. Omdat mensen al daadwerkelijk zoeken op je product en daadwerkelijk al geïnteresseerd zijn. Het kan dus zijn dat je daar een hogere ROAS ziet voor je producten. Facebook draait natuurlijk al zo lang en zo veel concurrenten daarop. En dat je eigenlijk pusht in iemands gezicht een product. Maar nu gaan we echt op die pull marketing in dit geval. Dus het kan dus zijn dat er niet genoeg kliks zijn op een bepaalde dag. En dan geeft hij dat ook gewoon niet uit. Dus dat is wel een groot voordeel dat je per kliks gaat betalen. Nou, je gaat dus waarschijnlijk nieuwe producten aan testen. Of producten die je al hebt lopen via andere advertentiekanalen. Maar die ga je dus op Google testen. En het Google algoritme moet dus leren hoe en waar ze je keywords uiteindelijk zullen plaatsen. En dit proces duurt gemiddeld 1 tot 2 weken. Dus waarin je bij Facebook heel erg gewend bent om binnen 1 dag of binnen 3 dagen al te zien of iets een winnend product is, ja of nee, voor je dropshipping store. Kan dat dus bij Google Ads 1 tot 2 weken lopen. Duren. Dus het belangrijkste is dat je daar dus goed gaat zorgen dat je product research doet. En dat je je concurrentie checkt en hoe het ervoor staat. En zorg ervoor dat je product dus white label is en geen kopiërende titel en omschrijving heeft. Dus waarin je dus heel veel mensen ziet kopiëren op Facebook. Letterlijk titel, omschrijving, video advertentie, alles erop en eraan kopiëren. Wat ook niet super goed werkt eerlijk gezegd. Maar veel mensen dat doen, is dat op Google echt een no-go. En je hebt de ads nu aangezet en dan ga je dus het Google Ad algoritme laten leren. Nou, waar je dus mee begint en wat ik je aanraad om te doen en wat wij ook doen is standaard shoppingcampagnes met een manual CPC. Dus kosten per klik, dus hoeveel betaal je per klik. En een kosten per klik kan je dus neerzetten van 50 cent tot 1 euro gemiddeld. Nou, in het begin zullen je kosten per klik, CPC, hoog zijn omdat je Google je producten laat pushen. Dus het is helemaal geen probleem als die in het begin wat hoger zijn en dan kan je ze beter op 1 euro zetten in het begin, oké? Oké, nou waar kijk je dus naar als je dat hebt die advertentie, die standaard shoppingcampagne live hebt staan. Dan kijk je dus naar impressies en naar keywords van je product en wat die doen in je Google Ads Manager. Wat doe je dus na de leerfase? Switch je dus over naar de manual CPC of eCPC. Nou, wat je dan al gezien hebt moeten in die tijd, dus na die leerfase, zie je kliks, impressies, keywords, conversions in die 1 tot 2 weken tijd. En daarop, basis daarvan kan je weer beslissingen maken om een andere campagne in te zetten. Nou, wanneer je dus gaat testen, wil je ongeveer 20 tot 50 euro per dag dagelijks gaan testen. Stel je voor je hebt een 200 euro product, kan dat bijvoorbeeld 50 euro per dag zijn. Maar als je een 20 euro product hebt, kan het bijvoorbeeld ook 20 euro per dag zijn. Ik zou 1 product per keer testen, omdat je anders budgetten doorheen jaagt. Als je bijvoorbeeld honderden producten hebt op je store en echt een general store pusht, ja, dan moet je gewoon heel erg kritisch zijn met welke producten je wel gaat adverteren op Google. Maar als je echt maar een paar producten hebt, dan kan je natuurlijk wel gewoon die 50 euro per dag gewoon makkelijk aantikken. En als je meerdere producten hebt, test je uiteindelijk verschillende categorieën. Dus dan test je niet een product, maar je test bijvoorbeeld de categorie health, of de categorie beauty, of de categorie huis en tuin. Oké, dat was alweer de eerste van de 10 video's die ik voor je ga maken over Google Ads. Enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Like en abonneer voor meer. En wat je hieronder kan doen, je kan een gratis call inplannen met mij en mijn team. En dan kan ik kijken of je je verder kan helpen. Oftewel met Facebook Ads, of met Google Ads, of met coaching, of wat je dan ook nodig hebt. Doe dat zeker even. Maak er een mooie dag van en ik spreek je weer. Ciao, ciao.